Oh, dat wist ik toch niet? Er is dus toch nog iemand die het allergrootste probleem van ons dorp niet kent. En dat is grappig. Maar ik wilde je niet plagen, hoor. Het spijt me. Ik heb dorst. Ik kom helemaal door de woestijn. Ik kom helemaal hier naartoe in mijn droom. Nou lacht u me alweer uit. Ja, omdat het grappig is. Als je droomt, dan hoef je toch alleen maar wakker te worden. Ik wil ook wakker worden. Maar het lukt niet. Ik word niet wakker. Dit is ook geen droom. Hè? Dit droom jij niet. Jij hebt werkelijk net zoveel dorst als ik. Jeetje, Mina. Ik heet Sergio. En ik ben Alfred Jodocus Kwak. Maar ik geloof nog steeds dat dit een droom is. Wat is dat, dat geluid? Ze komen ons hulp verlenen. Als er dieren komen helpen, waarom rennen ze dan hun huizen in? Wij kunnen ook beter naar binnen gaan. De buiken zijn veel leger. De ogen zijn veel holler. De woestijn is nog veel kaler dan een pingpongbal. De honger is verschrikkelijk. De ziekten zijn afgrijzelijk. Dit is melkpoeder, maar geen water. Je kunt melkpoeder niet drinken zonder water! Bedankt allemaal! Maar we hebben hier toch geen jassen nodig in deze hitte, maar katoenen ondergoed en zo. Hé, wat is dat? Om deze blikken open te maken heb je een blikopener nodig. Maar we hebben in dit dorp precies één blikopener. Ik wou dat ze maar eens wat meer nadachten. Ja zeg, dat is waar. Zo te zien is deze hulp nou niet bepaald wat jullie nodig hebben. Dat is toch geen kritiek, hoop ik. Oh, u bent... Ja, ik ben Lijfeet de Zanger. Maar waarom bent u hier? Oh ja, dit is een droom. Dit moet een droom zijn. Nee, dit is geen droom. Ik ben hier om ervan te overtuigen dat onze bijdragen ter plekke aankomen en goed worden besteed. Voor de televisiewerken lijkt me al druk genoeg. Hoe kunt u dan hier zijn? Gemakkelijk. Oh, ik wil een paar foto's hier. Sorry, kun je misschien iets achteruit gaan? Een paar totaaltjes is goed. Geen close-ups op deze plek. En zorg dat dat showvolle stelletje hier achter me er ook op komt, oké? Bent u eigenlijk hier naartoe gekomen, meneer? Gewoon per helikopter. We zijn vlak buiten dit dorp geland, Alfred. Hoe weet u nou hoe ik heet? Omdat jij gisteravond naar mij op de tv keek. Ja, dat is zo. Maar ik begrijp het niet. Hoe kunt u dat nou weten? Ik weet een heleboel dingen, Alfred. Kom, we gaan. We moeten nog repeteren voor de videoopname van morgen. Dit is absoluut een droom. Hier zijn we geboren en opgegroeid. Ook al is hier geen water, we kunnen hier toch niet gemakkelijk weggaan. Ja, ik ken dat gevoel. En we kunnen het niet laten regenen. Het enige dat misschien nog wel kan, is water onder de grond vandaan halen. Ja, het grondwater moet hier opgepompt worden, hè? Precies, ja. Als er water is, dan komen er planten. En als er planten zijn, dan zorgt de verdamping ervoor dat we regenwolken in de lucht krijgen. En dan gaat het misschien regenen. Het is dus mogelijk om zelf regen te maken. Ja, ja, dat geloof ik echt. Maar om dit allemaal te laten gebeuren, is zelfs het beste wat we kunnen doen niet goed genoeg. We moeten andere landen vragen ons te helpen. En dan willen we geen nutteloze hulp, hoewel ik weet dat het goed bedoeld is. We kunnen hier maar weinig groenten verbouwen, maar iedereen werkt heel erg hard. Jullie hebben irrigatiekanalen nodig, hè? Ja, het zal nog wel 10 jaar duren of een halve eeuw. Ik heb geen idee, maar ik geloof zeker dat het ons ooit zal lukken. Ik weet dat jullie allemaal honger en dorst hebben. Jullie zijn aan je lot overgelaten en denken dat het geen zin heeft om te leren. Maar ik wil jullie zeggen dat het een vreselijke misvatting is.
We moeten juist nu harder leren en studeren. En dan zal dit land rijk en welvarend worden. Jullie kinderen zullen niet langer honger en dorst hebben. Dus daarom, lieve kinderen... Dat herinner ik me wel. Je kunt echt niet leren met een lege maag. Dat gaat niet. Ik popel om te zien hoe deze kinderen dit land zullen veranderen in de toekomst. Niet doen, niet doen. Dan krijgen jullie nog meer dorst. Ik kijk alleen maar naar jullie. En ik krijg al een ongelofelijke dorst. Dat ziet eruit als regen. Kijk maar daarboven. Belachelijk. Oh. Oh. Ja, echt. Het gaat regenen. Ah. Ja. Ja, dat is regen. Ja, ja. Kom maar op, regendruppels. Kijk, de regen komt. Ah. Wat gebeurt er nou toch? Waarom is de regen weg? Toch een droom. Water, water. Kanaal? Ja, hoeveel zou het eigenlijk kosten om er een te graven? Hou me niet voor de gek. U bent een deskundige op dat gebied, dus u moet dat kunnen berekenen. Nou, het hangt er vanaf hoe lang dat kanaal moet zijn. Ja, dat begrijp ik. En dat hangt ook af van de plek. Tussen vlakland en heuvels bijvoorbeeld is een groot verschil in kosten en in hoe lang het duurt. Dat snap ik, maar het is vlakland. Hé, waarom vraag je dat, Alfred? Wat ben je eigenlijk van plan? Ik wil een kanaal graven voor een land dat geen water heeft. Meen je dat nou? Tuurlijk, pa. Tuurlijk, tuurlijk. Nou, ik ben onder de indruk, Alfred, maar ik geloof niet dat dat uitvoerbaar is. Waarom niet? Je moet eerst een heleboel geld bij elkaar krijgen. Nou, ik ben niet alleen. Hoezo? We zijn met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Tuurlijk, jij en ik. Maar hoe meer, hoe liever, want dan kunnen we een soort comité vormen. Heeft dat een naam? Een naam? Nee, het kan me niet schelen hoe dat comité genoemd wordt, hoor. Tussen twee haakjes, hoe wil je aan geld komen? Maakt u zich geen zorgen, ik heb een prima idee. Wat voor idee? Kijkt u hier maar eens naar. Oh. Is dat een watercroosmaaier?